Zo, dit is wel te gek zeg. Ze zei mijn moeder, je moet even iets voor jezelf organiseren dat je even opgekikkerd wordt. Het is ongelooflijk hoe mooi het hier is. Oh mijn god. Dit had ik niet verwacht. Nou, ik heb fantastisch nieuws. Het is gestopt met regenen. Het is eindelijk gestopt met regenen. De regen is op. De zon schijnt, weet je, de wolken zijn weg. Het is nog wel vrij fris, denk ik, maar... Oh, de regen is gestopt. Voor mijn gevoel heeft het echt 3 dagen lang non-stop geregend. Gisteren was ik ook redelijk op tijd opgestaan. Het gaat best goed met mijn goede voornemens om iets meer te bewegen. Iets eerder naar bed te gaan, iets eerder op te staan, iets beter te eten. Zondag heb ik zelfs een stuk hard gelopen toen het heel even droog was. Maar gisteren had ik me dus voorgenomen, wat er ook gebeurt, ik ga eerst wandelen. Voordat ik ga ontbijten, douchen, werken, koffie drinken. Eerste stuk wandelen. Dus ik de wekker gezet om 8 uur. Word wakker, kijk naar buiten. Het is nog donker. Dus ik, ja, ik ga niet in het donker wandelen. Nog een keer omgedraaid. Toen werd ik om 10:30 wakker. Vervolgens heb ik best wel een productieve dag gehad. Maar ik was dus de hele tijd op buienradar aan het kijken van wanneer kan ik nou naar buiten gaan om te wandelen. Want dat had ik me zo voorgenomen vandaag. Uiteindelijk was het geloof ik 3 uur of 4 uur. Dan heb ik toch nog best wel een lekker stuk gewandeld. Ging het trouwens alsnog keihard regenen. Dus alsnog helemaal nat geregend. Maar het leek gewoon wel alsof het nooit meer op zou houden. Alsof het nu voor eeuwig zo bleef regenen. Volgens mij wordt het een mooie dag. En dat komt heel goed uit vandaag. Kijk, deze roze pot, daar stond ooit een hele mooie alocasia in met 2 fantastische bladeren eraan. Maar op een gegeven moment knakte de een, toen knakte de ander en toen waren ze allebei afgeknakt en toen heb ik ze maar afgeknipt. En toen heeft er een hele tijd gewoon zo'n dorre pot met een bruin stompje gestaan. En toen ging er weer iets mis met de audio, maar wat ik jullie graag wilde laten zien is dat er een prachtig nieuw blad aan is gekomen. Kijk eens, groen en glimmend en knisperig. Kijk, en hier komt ook gewoon een prachtig nieuw blad aan. Mooi paars aan de onderkant. Het is zo moeilijk aan de winter met kamerplanten. Dat aan de ene kant, omdat het winter is, gebeurt er natuurlijk niet zoveel en hebben ze niet zoveel nodig. Aan de andere kant, omdat de verwarming de hele dag aanstaat, heb ik het idee dat ze meer zuipen dan ooit. Sommige planten kan ik iedere dag wel water geven nu. Maar ik heb wel eens een winter meegemaakt dat bijna geen enkele kamerplant het heeft overleefd. En kijk, nu komen er gewoon nieuwe bladeren aan. Ik zal je zo vertellen waarom het zo goed nieuws is dat het zo lekker weer is. Maar eerst koffie. En we drinken vandaag Alto Pajonal uit Peru. En de smaak is donkere chocolade, kersen en karamel. Ik heb nog 1 keertje ChatGPT gevraagd, Artificial Intelligence, om een tekst te schrijven ter promotie van Wakuli. Hallo lieve koffieliefhebbers. Ben jij op zoek naar de perfecte balans tussen smaak en kwaliteit? Zoek niet verder. Want Wakuli is het merk dat ik vertrouw voor mijn ochtendkoffie. Met hun lichter gebrande specialty koffie, die rechtstreeks van de boeren over de hele wereld wordt gekocht, weet je zeker dat je een kopje koffie krijgt dat smaakt zoals het bedoeld is. En de beste part? Zij sturen de koffie binnen 1 week na het branden, zodat je kunt genieten van een verse kop koffie in de ochtend. Dus waarom drink je nog saaie koffie als je jouw smaakpupillen kunt wekken met de Wakuli manier? Lijkt wel letterlijk vertaald uit het Engels. Volg mijn advies en probeer het vandaag nog. En als bonus, geniet van 50% korting op je eerste bestelling met kortingscode BRAMSKOFFIE. Laten we samen de koffieindustrie veranderen en een eerlijkere toekomst voor koffieboeren creëren. Wakker worden met Wakuli. Ja, ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. Dit is de meest complete tekst die ik ooit over Wakuli heb gezegd. Kijk nou toch, zon in mijn huis. Wat een verschil is dat, hè? Of de zon schijnt. Want eerlijk gezegd, de afgelopen dagen had ik best wel last van de januari blues, zeg maar. Het weer hielp niet mee en ik was ontevreden over hoe weinig werk ik gedaan kreeg. En eigenlijk was ik overal ontevreden over. Ik voelde me gewoon een beetje somber en nutteloos. En toen appte ik gisteren mijn moeder om te vragen hoe het met haar en mijn vader ging. Want ze hadden allebei een vervelend virus opgelopen. En vroeg mijn moeder natuurlijk ook, hoe gaat het met jou? Toen dacht ik, zal ik maar gewoon eerlijk zijn? Dus ik zei, nou, ik voel me niet zo. En toen zei mijn moeder, heb je wel iets om naar uit te kijken? Wel een lichtpuntje?
zei ik, nou, wat wel heel leuk is, is dat we met de vriendengroep weer vakantie hebben geboekt voor deze zomer. Maar dat is pas in augustus. We gaan weer naar een fantastisch huis in Italië. Echt een palazzo. Echt het palazzo uit White Lotus, waar Anya uiteindelijk terechtkomt bij The Gays. We gaan met een hele grote groep en het wordt heerlijk daar. En ik heb er heel veel zin in, maar dat is gewoon nog net te ver weg om nu al voorpret van te hebben. Dus ze zei mijn moeder, je moet even iets voor jezelf organiseren dat je even opgekikkerd wordt. Ik moet gewoon even ergens naartoe, ik moet iets doen. Ik moet uit dit huis, uit deze sleur, uit dit dorp, uit mijn eigen routines. Waar word ik nou echt altijd heel blij van? Van een lekker warm bad in een mooie hotelkamer. En van zee en strand. Dus ik ging zoeken naar een mooi huisje of een hotel of een Airbnb aan het strand. Dat was nog best wel lastig, want heel veel hotels en huisjes adverteren met aan het strand, maar dan is het gewoon nog 10 kilometer lopen. En mijn budget is natuurlijk nog steeds een beetje aan de krappe kant, dus ik zocht een goede deal. En er zijn nu echt best wel veel goede deals, omdat denk ik vooral hotels aan het strand staan best wel veel leeg in januari, vermoed ik. Ik vond een deal in Zandvoort voor nog geen 100 euro per nacht in de suite, of de junior suite volgens mij. Het is echt aan het strand met uitzicht op zee. Het is alleen ook vlak naast het circuit in Zandvoort. Naast die F1 racebaan. Is dat echt de laatste plek op aarde waar ik wil zijn. Maar ik geloof niet dat er nu echt iets wordt georganiseerd. Dus misschien valt het wel mee. Het is waarschijnlijk gewoon een beetje een toeristisch plekje. Maar ik heb gewoon bedacht, ik ga lekker in die hotelkamer, in dat bad, naar de zee liggen kijken. Ik maak een wandelingetje over het strand. Daarom is het zo fijn dat het nu mooi weer is. Hoewel, het maakt mij eigenlijk, voor het strand maakt het me eigenlijk niet uit. Ik vind het ook prima als het keihard waait en een beetje regen vind ik ook goed. Als er maar golven zijn, als er maar zeelucht is, dan ben ik blij. En verder ga ik helemaal nergens heen. Dan ga ik niks doen. Ik ga gewoon volop genieten van die hotelkamer. En ja, ik ben nu al opgekikkerd van het idee dat ik daar zo naartoe ga. Het kan natuurlijk ook nog heel erg tegenvallen, want die prijs is echt, ja, nog steeds wel verbazingwekkend. Maar op de foto zag het er super goed uit. En als er uitzicht op zee is en een bad en een bed en internet, dan ben ik blij. Ik ben aangekomen op station Zandvoort aan Zee. Kijk, hier staat de kerstboom gewoon nog lekker te shinen. Het is koud trouwens. Droog maar koud. Nou, dan toch liever droog en koud. En volgens de NS-app hebben ze hier ook OV-fietsen. Maar ik zie helemaal geen fietsenstalling of iets. Misschien zijn het van die boksen. Even zoeken. Nou, de fietsenstalling is hier gewoon op het perron eigenlijk. Daarom was ik er langs gelopen. Hier staan van die kluizen. Dat zijn geen OV-fietsen. Oh, hier is een soort OV-fietsenhok. Ik heb een fiets, ik ga in de richting van het hotel fietsen, maar ik kan pas om 3 uur inchecken. Het is nu 2:05, dus ik ga nog even boodschappen doen en dan natuurlijk via het strand naar het hotel. Zo, stevig windje. Ik heb even wat snacks gehaald bij de Albert Heijn, zodat ik eigenlijk niet meer naar buiten hoef vanavond. Ik heb badschuim gekocht bij het Kruidvat en even wat kibbeling gegeten bij de viskraam. In de zon, was lekker. En nu ben ik, kijk maar, naast het strand. En hier is ook mijn hotel. Beach House Hotel. Ja, het is, van buiten ziet het er niet bijzonder inspirerend uit. Het ligt ook langs een best wel drukke weg. Maar in de recensie stond dat je
zolang je maar een kamer aan de zeekant boekt, dat je daar geen last van hebt. Dus gaan ze even inchecken. Zo, dit is wel te gek zeg. Het is een hoekkamer. Dus ik heb helemaal, nou, bijna helemaal rondom uitzicht op zee. Te gek, hier is nog een soort huiskamertje. Wat een uitzicht. Nou, dit is precies wat ik wilde. Kijk nou. Met een balkon. Dus ik kan nog even naar buiten, maar het waait echt hard. Hier is dan het bed. Ook vanuit bed heb ik dan rondom uitzicht op zee. Is zelfs een klein keukentje. Met een magnetron, dat is fijn. Dat ik al een beetje opgehoopt. Koffiemachine. Oh, er is zelfs een kookplaat. Dat wist ik niet. Bureautje om huiswerk te maken. Dan is dit denk ik de badkamer. Oeh. Prima feutje. En het bad. Niet een heel lang bad zo te zien. Maar wel best wel diep. Nou, ik denk dat het wel prima is. Een regendouche. Ziet er goed uit. Toilet. Voelen hoe dik het toiletpapier is. Vind ik altijd zo keer als je een dure hotelkamer boekt en het toiletpapier is heel dun, maar dat is helemaal niet het geval. Fijn. Nog spiegel. En volgens mij is dit dus heel erg White Lotus. Een kamer naar een andere hotelkamer, naar de andere junior suite. Hoop dat die goed op slot blijft. Kan ik hier dan naar buiten? Waar is dit? Er gebeurt wel iets van dit. Helemaal wat ik dacht. En dit is mijn balkon. Kijk nou, dit is nou echt een hotel aan zee. Dit is gewoon een kamer aan zee. Ik kan bijna de zee inlopen vanaf hier. Bed ligt goed. Er zit wel een beetje een gekke vlek op het plafond. Ik weet niet wat daar is gebeurd. Ik ga heel even na 20 minuten bijkomen van de reis. Even acclimatiseren. En genieten van het uitzicht. En dan moet ik wel weer naar buiten, vind ik. Want het is over iets van 2 uur is het gewoon alweer donker. En ik wil natuurlijk ook nog even van het strand genieten. De kamer is tot nu toe echt... ik zie nu pas het behang. Ik wou zeggen, de kamer is heel mooi. Toen zag ik het behang. Het is een soort sneeuwluipaard print. Is het ook echt zacht? Oh nee. Oh jawel. Verzin je toch niet? Toch in mijn vorige vlog over als je in Hilversum door het bos loopt of op de hei, dan hoor je altijd nog de snelweg om je heen. Als je dan je ogen dicht doet, dan kun je fantaseren dat dat de zee is. En ik vind dat een heel rustgevend geluid. Maar nu hoor ik gewoon echt eindelijk weer eens de zee. Hoor je het ook? Wat fijn. Ik loop nu het strand op. Misschien een beetje optimistisch gekleed en alleen maar trui, maar goed, ik ben zo weer terug in het hotel, dat is namelijk daar. En ik denk dat het toch iets te koud is om met mijn voeten in het water te gaan. Maar ik kan het bijna niet laten. Misschien morgen dan even.
ongelooflijk hoe mooi het hier is bij zonsondergang. En wat een fantastische dag ook om hier zonsondergang te gaan zien. Wat een lief hondje. Ik heb lekker gewandeld, ik heb de zee gevoeld, ik heb het zand gevoeld, ik heb de zonsondergang gezien en ik heb volgens mij een paar mooie shots kunnen maken. Ik ben nu helemaal tot op het bot verkleumd. Mijn handen zijn helemaal rood van de kou, moet je kijken. Hey, hallo. Hey. Ik ga terugwandelen naar het hotel, dat is daar. Ik ben net een beetje eromheen gelopen naar het strand, maar ik denk dat er misschien wel een soort opgang is die rechtstreeks bij mijn hotel uitkomt. Wat ik dan ga doen, kan je misschien wel raden. Ik ga een heel lekker warm bad aanzetten. Dat heb ik daar zin in. En ik zal even mijn snacktas voor jullie unboxen. Ah, kijk. Dit pad komt uit bij het hotel. Dan kan ik het laatste staartje van de zonsondergang ook nog gezien vanuit mijn eigen kamer. Gewoon door het raam. Nou, wat een kamer is dit. Had ik het al gezegd? Hoe blij ik hier bij ben. Ik was dus even het dorp ingegaan in Zandvoort. Was ik eigenlijk nog nooit geweest. Altijd rechtstreeks naar de zege fiets of naar een hotel. Best een leuk pittoresk dorpje eigenlijk. Naast me op het bankje bij de viskraam zaten drie van die oude mannetjes. Een beetje zo zwijgend naast elkaar alles te bekijken. Ik ben altijd echt benieuwd wat voor mensen wonen er in zo'n kustdorp. Ik heb een soort romantisch gevoel erbij dat het dan allemaal mensen zijn die iets op zee doen of in de visserij of in de haven werken. Zijn er misschien ook mensen die gewoon in Zandvoort wonen die er gewoon per ongeluk terecht zijn gekomen, die helemaal niks met de zee hebben. Maar goed, even een tas vol snacks gehaald. Ik had expres een tote bag meegenomen. Dat, ja, ik vind het toch altijd een beetje gênant om met een boodschappentas een hotel binnen te lopen. Maar ja, nu is hier dus een volledige keuken. Dus dan is het helemaal niet zo gek dat je je eigen eten en drinken meeneemt. Wat heb ik allemaal gekocht? Ik wist dus wel dat er een magnetron zou zijn, dus ik heb een lekker pastaatje gehaald voor in de magnetron. Kijk, normaal gesproken, als ik op reis ben en ik ben samen met iemand, samen met Jelle of zo, dan zou ik het best wel leuk vinden om nog misschien de stad of het dorp in te gaan en daar eens te gaan eten. Maar ik ga echt niet in mijn eentje in een restaurant zitten. Fruit, kwark met kersen. Dan genoeg snacks voor vanavond. Roasted cashews, M&M's, Haribo persetjes, mini appeltaartje. Ik wist niet waar ik zin in zou hebben straks. Dus ook nog wat gezonde snacks, zodat het niet allemaal opgaat. Worteltjes, rijstwafels, een heel klein zakje pombeer uit de oven. Ik ben op zich niet per se fan van overchips, maar dit was gewoon een lekker klein formaatje dat in mijn zak paste. Mijn tas paste. Colaatje, mocht ik nog zin krijgen in alcohol, een Jack Daniels colaatje. En ik was badschuim vergeten mee te nemen, zoals altijd. Dus ik ging even naar de kruidvat op zoek naar die classic badendas. Ik ben er dus achter gekomen dat de geur van die classic badendas, die ik zo lekker vind, die heet wilde kastanje. Ik snapte dat eerst niet van, kastanjes ruiken toch helemaal niet zo fleurig. Maar ik denk dat ze bedoelen de bloesem van de wilde kastanjeboom. En daar hebben ze bij Kruidvat ook gewoon een eigen merk van, die is heel goedkoop. En dat is alleen wel zo'n enorme bus. Dus ik hoop dat de douchegel versie ook werkt. Hij ruikt in ieder geval hetzelfde. Zo lekker, maar heel nostalgisch. Nou, er is genoeg schuim. De douchegel heeft net zo goed gewerkt als het badschuim, denk ik. Als je mij nog niet zo lang volgt, dan ken je mijn badobsessie waarschijnlijk niet echt. Ik heb wel thuis zo'n opblaasbadje van Tubbel. Maar dat heb ik twee keer gebruikt. Viel me niet tegen. Maar ja, is toch niet te vergelijken met gewoon dit.
Ook al is dit niet eens zo'n heel lang bad. Ja, het zit eigenlijk echt supergoed. Je zou er ook prima met z'n tweeën in kunnen. Want het is niet zo dat bij sommige banen zit dan aan één kant zeg maar de draaiknop, de stop, voor de stop. En dan kan er eigenlijk maar één persoon leunen. Dus op dit soort momenten mis ik Jelle dan toch wel. Nou ja, wel vaker hoor. Maar ik vind het helemaal prima in mijn eentje op stap. Ik geniet er erg van. En ik vind het ook wel, geeft me ook veel rust. Dat ik alleen maar hoef te denken of ik het naar mijn zin heb. En niet druk hoef te maken of iemand anders het naar zijn zin heeft. En dat ik gewoon alle ruimte kan nemen om te filmen en foto's te maken. En even de drone erbij te pakken. En even de 360 camera op mijn fiets te monteren. Ik bedoel, het duurt allemaal niet super lang. Maar het is voor gezelschap natuurlijk best wel irritant als iemand de hele tijd daarmee bezig is. Of misschien vinden mensen het niet irritant, maar ben ik bang dat ze het irritant vinden. Dus in mijn eentje hoef ik me daar helemaal niet druk over te maken. Dus dat is echt ideaal. Maar ja, pre-corona ging ik best wel vaak in mijn eentje of met Jelle naar een hotel. Lekker in bad. Dat is ook denk ik een beetje jeugdsentiment, want ik zat als kind soms echt de hele zaterdag in bad. Het is gewoon echt de ultieme ontspanning. Gewoon al mijn spieren komen ineens helemaal tot rust. Ik maak vaak twee fouten bij het vullen van een bad. Heel vaak als ik een bad vul, dan maak ik het altijd veel te heet. Vind ik ook wel lekker dat je er eigenlijk net niet in kan stappen. Maar ja, en nu is het bad eigenlijk echt perfect van temperatuur. En een andere fout die ik vaak maak bij het in bad gaan in hotels, is om dat te doen vlak voordat ik ga slapen. Dan denk je, oh, dan ga ik zo lekker rozig, lekker warm en ontspannen ga ik dan slapen. Maar ik ben dan helemaal overhit. En dan lig ik nog de hele nacht zo te woelen van de hitte. Dus ik dacht nu slim te zijn om dat gewoon voor het eten te doen. Ik heb fantastisch uitzicht op de zonsondergang. Het enige verbeterpunt zou nog kunnen zijn. Het lekkerste vind ik als het bad midden in de kamer staat. Dus niet in de badkamer. Dat geeft altijd wel veel troep. Want ik maak er altijd nog wel waterballet van. Net als in een hot tub. Dan blijft je hoofd lekker koel en dan wordt je lichaam lekker warm. En dan zit je niet in zo'n benauwde kamer. Maar goed, ik heb de deur helemaal opengezet en dan kijk ik zo lekker naar buiten over het strand. Ik zit nu al een tijdje in bad. Dan zie ik hier ineens dit. Ik dacht dat het een logootje was, maar het is misschien wel een knop. Oh, het is licht. Er gaat licht aan. Het bad was heerlijk. Heel warm. Ik heb even toch maar weer de deur opengezet naar buiten. Ik een beetje kan afkoelen, dat de kamer een beetje kan afkoelen. En zodat je toch nog een beetje zeegeluid hoort, want door de dubbele glazen is het helemaal stil eigenlijk binnen. Hoor je het? In het donker is de zee best wel eng. Eén grote, donkere, bulderende massa is het. Ja, ook wel mooi, maar ik kan toch ook wel vrij makkelijk fantaseren hoe er een grote vloedgolf dit hele hotel, bam, omver blaast, spoelt. En ik heb enorme trek gekregen, dus ik ga lekker mijn magnetronmaaltijden in doen. Ik ben een paar dingen vergeten helaas. Drie eigenlijk. De oplader voor mijn camera-accu. Dat is onhandig. Een schoon shirt voor morgen. En chill kleding. Gewoon een lekkere joggingbroek of mijn zachte sloffen. Die heb ik niet bij me. Je vergeet altijd wat. Drie keer door het huis gelopen om te kijken wat ik allemaal aan het vergeten was. Niks kunnen vinden. Toch nog drie belangrijke zaken vergeten. Ik zou echt een keer zo'n lijstje moeten maken met wat neem ik mee voor een weekend weg. Wat neem ik mee op vakantie naar een zwembadvakantie. Wat neem ik mee naar een citytrip. Gewoon een afvinklijstje. Zou zo handig zijn. Maar heb jij dat? Een paklijst voor je vakanties? Voor je weekendjes weg? Lijkt me echt ideaal. En is voor mij natuurlijk nog makkelijk. Want ik heb geen kinderen of ingewikkelde spullen die ik hoef mee te nemen. Behalve allerlei camera dingen. Opladers, statiefjes. Oh ja, ik ben ook nog een snoertje vergeten voor het opladen van mijn 360 camera. Goed, eten. Joggingbroek, maar wel een badjas. En ik ga die rolluiken toch even omlaag doen, want dan kijk je zo recht op de boulevard. Oftewel, mensen kijken gewoon recht mijn kamer in vanaf daar. Dit is allemaal prima, daar loopt niemand. Die ga ik even dicht doen. Oh mijn god. Dit had ik niet verwacht. Ik ging er helemaal vanuit dat het gewoon zwarte rolluiken zouden zijn, maar de sneeuwpanterprint gaat gewoon weer door en die is gewoon de muur en de ramen is één geheel geworden. Komt deze geluid uit de badkamer?
die kleine dingetjes gingen in één keer blazen of zuigen? Of was dat toch een soort bubbelbad misschien? Wat zijn die dingen dan? De pasta was goed eetbaar. Het was vooral zo heerlijk dat ik niet naar buiten hoefde, de kou in een restaurant zitten in mijn eentje. Daardoor smaakt het nog wel een stuk beter. Kwark gegeten, ik heb een beetje zitten zappen, ouderwets zitten zappen op de tv. Ik kan thuis niet zappen, want ik heb geen tv-abonnement. Op een of andere manier kom je dan altijd uit bij zo'n border control programma. Weet je wel, dat mensen allerlei raar voedsel en drugs proberen land in te smokkelen. Nou, was weer genieten. En nu ga ik de film White Noise kijken. Het schijnt een hele gekke, absurde, spannende en grappige film te zijn. Ik ben wel ingelogd met mijn eigen Netflix-account. Niet vergeten uit te loggen als ik weer wegga. Dat was inderdaad een wonderlijke film. Maar ik heb er erg van genoten. Toch liever dat iets me in verwarring achterlaat dan dat het me helemaal niks doet. Dat ik alleen maar denk, oh, leuk. Dit was heel bijzonder. White Noise dus heet die. Ik vind het wel een kijktip. Maar je moet wel van een beetje vreemde films houden. Ik ga lekker slapen in het heerlijke, gigantische bed. Ik denk dat je hier wel met 4 mensen in kan liggen. Ik laat de rolluiken aan die kant allemaal open, zodat ik morgen hopelijk wakker word. Ja, met een prachtig uitzicht op zee. Misschien wel met de zonsopkomst, maar ondergang was daar. Ik weet niet. Wat wel bijzonder is, van al deze 10 miljoen ramen in deze kamer kan er niet eentje open. Dus ja, ik had er wel graag eentje op een kiertje willen zetten. Maar ik heb nu maar de ventilatie daar boven de deuren bij het balkon opengezet. Als je heel goed luistert, hoor je daar de zee toch wel doorheen. Mijn nieuwe routine om mezelf te helpen in slaap te vallen is even lezen. En dan eigenlijk het liefst niet in een roman. Want dan kan ik niet meer stoppen met lezen. Maar het liefst iets met korte verhalen of columns. En ik lees nu dit boek, Poes, van Midas Dekkers. Volgens mij heb ik het gekregen van Mickey voor mijn verjaardag. Ik vind Midas Dekkers sowieso erg grappig. En deze verhalen gaan allemaal over katten. En hij schrijft zo ontzettend leuk over katten. En er staat één column in over dat je een kat als baby zo vasthoudt. En dat een kat dan de eerste paar seconden dat soort accepteert. En dan denkt, dit is een vergissing. En dan probeert te ontsnappen. Dat is precies wat Kai doet. En dat is natuurlijk heel leuk. Dus ik lees meestal zo 3-4 columns. Dan val ik heerlijk in slaap. Hopelijk lukt dat hier in het hotelbed ook. Hoewel, ik ben nooit zo goed de eerste nacht in een nieuw bed. Maar het is ook helaas de laatste nacht in een nieuw bed. Ik vond het een heerlijke dag. Ik hoop dat jij het ook een leuke vlog vond. En wie weet heb ik wel iemand geïnspireerd die net als ik het gevoel heeft even een beetje in een sleur te zitten, waar je niet zo vrolijk van wordt, om er even uit te gaan en iets te gaan doen waar je van opkikkert. Bijvoorbeeld een mooie kamer in een mooi hotel boeken. Hoeft helemaal niet zo duur te zijn, bewijst dit hotel. Maar gewoon op een mooie plek waar je vrolijk van wordt, zoals in mijn geval de zee. Dankjewel voor het kijken. Hopelijk zie ik je weer bij de volgende. En laat in de comments even weten, wat staat er op jouw paklijst voor een weekendje in een hotel of een vakantie, wat andere mensen misschien niet op hun lijst hebben. Dus misschien kunnen we allemaal iets noemen waardoor we allemaal dingen verzinnen die we niet moeten vergeten. Ik begin met natuurlijk een stekkerdoos. Ik heb altijd een stekkerdoos bij me. Behalve vandaag. Dankjewel voor het kijken. Kijk maar even. Doei. En dan zeg ik tegen die plant, nou dan ga je toch lekker dood. Koop ik een nieuwe.